Ja, Juliette is een policyreeks die zich afspeelt in De Haan. En gaat over een jonge vrouw die zich heeft laten dispatchen van Brussel naar De Haan, omdat haar eigen vader is gestorven. En zij moet voor haar nichtje een voogd zoeken, omdat de papa van haar nichtje, dus haar broer, die is eigenlijk onvindbaar. En zij moet daar een oplossing proberen voor te zoeken. En daarom dat ze haar werk heeft laten dispatchen naar De Haan. En terwijl ze hier is, lost ze dus plaatselijke misdaden en moordzaken op. We love cinema. Dus eigenlijk het hoofdthema van de reeks is ouderschap. En alle cases hebben daar ook mee te maken. Zijn eraan verwant, zou ik maar zeggen. En Juliette zelf struggelt ook met haar eigen verleden rond de relatie met haar moeder. En dat is eigenlijk de rode draad doorheen de reeks. Het is een, als ik het goed begrepen heb, eigenlijk een Duitse reeks, of gevraagd door een Duitse zender. Wat was jouw inbreng in het scenario? Heb je daar deel aan genomen, aan de ontwikkeling daarvan, of kunnen bijsturen? Ja. Wel, het is geen Duitse reeks, maar het is wel een reeks geïnitieerd door ZDF Duitsland, omdat zij in Duitsland nogal zot zijn van De Haan. En toen die vraag kwam om een policier in De Haan te filmen, heb ik meteen ja gezegd, omdat ik De Haan een ongelooflijk feerieke, bizarre ook een beetje, want voor België totaal atypische omgeving vindt. En dat ik daar een heel mooie façade vind of zo, waarachter dat dan allerlei rare dingen zich kunnen afspelen. Dus ik vond dat wel heel leuk om mij daarin te plongeren. Maar ook, ik vind wel na Red Light en ook nog altijd boeiend om mij te verdiepen in een vrouwelijk hoofdpersonage. En ik heb samen met Charlotte Bruyne echt haar personage uitgediept. En ik heb ook met de scenaristen intens samengewerkt. Ik kan dat ook eigenlijk niet anders. Omdat ik dat als regisseur wil ik dat dat onder mijn huid kruipt vooraleer dat ik dat kan regisseren. Dus dat moet wel echt helemaal in mij opgezogen zijn vooraleer dat ik daaraan begin te shooten. Dan heb je de gelaagdheid van het personage Juliette is dan deels daardoor ontstaan. Nee. De aanzet was er al door scenaristen en ook door mij. Want ik heb in het begin mijn rol Mondelaars ook even vooral over het verleden van Juliette zitten samen brainstormen. Mijn acteurs moeten vooral ook hun personage goed kunnen aanvoelen. En dan met Charlotte vond ik dat wel heel belangrijk, dat zij heel goed begreep wie dat Juliette was en van waar ze kwam en waar dat ze naartoe ging. En we hebben haar toch geprobeerd zo gelaagd mogelijk te maken. En dat, ik vind het wel heel mooi gelukt. Ik vind het een heel mooi personage. En ik denk dat het wel boeiend is om naar te kijken. Was Charlotte dan voor jou eigenlijk van in het begin aan boord? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, ik las de treatments van de scenario's. En toen heb ik even met Peter Boekaert, de producent, erover gepingpongd. En ik zei direct van ja, kunnen we Charlotte Bruyne daar niet gewoon voor vragen? Want ik zie dat wel helemaal, dat zij dat speelt zo. En Roel Mondelaars, toen de initiator nog van de reeks, die had daar eigenlijk ook al in gedachten, los van mij. Dus dat was eigenlijk een perfect match, blijkbaar. De verdere cast, heb je die dan rond Charlotte eigenlijk gebouwd? Of hoe ben je daar naar op zoek gegaan? Ja, ik heb dat echt rond Charlotte gebouwd, uit de hoofdcast. Omdat dat wel, vind ik, als je een hoofdpersonage hebt en zo'n dragende rol in de reeks, moet je daarom bouwen. Ik zou het raar vinden om dat niet te doen. Dus Charlotte was er altijd wel bij de castings als tegenspeler. En dan om de chemie er te kunnen uithalen. En dat is wel heel mooi gelukt, denk ik. De Haan is natuurlijk de kuststad met zijn typische accenten. Hoe zijn jullie daarmee te werk gegaan? Ja, ik ben heel hard van het West-Vlaams gaan houden, omdat ik heb ook nog een ander project dat nog altijd in de stijger staat in West-Vlaanderen. Ik vind dat een prachtig dialect. En Charlotte had er in het begin heel veel schrik voor, want zij is er heel hard mee bezig geweest. Maar zij is al van tegen de kant van West-Vlaanderen oorspronkelijk. En we hebben zo wat testjes gedaan eerst. En de dialectcoach had mij verzekerd dat dat geen enkel probleem zou zijn. En ze heeft dat echt feilloos gedaan, vind ik. De bedoeling is ook, Juliette is al heel lang afwezig uit West-Vlaanderen, komt terug. Dus ze heeft een accent, maar niet zo. Ze praat niet mega plat West-Vlaams. En ik denk dat dat een juiste keuze is geweest. Het is gewoon de tongval die we hebben geoefend bij haar. Cinematografisch, hebben jullie daar nagedacht? Of wat is de approach geweest om Juliette dan in beeld te brengen? Cinematografisch wou ik vooral dat je heel hard de omgeving voelde van de zee, de Haan. En we hebben heel hard Pieter-Jan Klaases en Stijn Verhoeven en Myrthe Doene, de art directors,
We hebben heel hard samengezeten om een mooi kleurenpalet te vormen. Samen met Vanessa Verhaar, ook de costumière. Om een mooi conform kleurenpalet te creëren. Dus de blauw, groen. En om meer het bordeaux voor het mysterieuze te gebruiken. Dus we hebben er wel echt heel zwaar op gewerkt met iedereen. En ik ben wel heel trots of zo, op de look van het geheel. Ja. Je liet al iets vallen over nog een project in het West-Vlaams. Maar zijn er andere projecten die op stapel staan of die we binnenkort misschien van jou mogen verwachten? Ik heb nog heel veel in mijn achterhoofd zitten, maar ik ben bezig met een project dat in financiering zit. Ik ben bezig met een scenario, een boekverfilming van een boek van Sien Volders, Oogst. Maar dat is allemaal nog, er gaan allemaal nog veel stappen te zetten zijn. Maar ik ben wel met verschillende, en ook nog mijn derde ding, bezig. Ik heb veel ballonnetjes in de lucht. Ik denk dat mensen heel graag gaan kijken naar Juliette, omdat er een soort van familiedynamiek in zit, die iedereen wel herkent in zichzelf. In die mate, iedereen heeft patronen in zijn eigen familie, dat soms een keer moeten doorbroken worden. En iedereen heeft zo zijn eigen demonicus in zijn familie zitten. En eigenlijk ook de cases, want die zijn niet onbelangrijk, die draaien ook allemaal wel echt rond hoe zij een goede ouder, hoe verhoudt ten opzichte van een ouder die er misschien niet helemaal altijd is voor hun. En die familiale dynamiek, denk ik, dat mensen wel interessant gaan vinden doorheen heel de reeks als rode draad. Omdat dat iets super herkenbaar is. En voilà. Dus ik denk dat heel veel mensen er wel iets gaan aan hebben.